Okay, nu neem ik je mee hoe je eigen oefeningen in het systeem kan zetten. En hoe je eigenlijk hockeyvoet club eigen kan maken door middel van eigen oefenstof wat je in het systeem zet. Als je hier naar trainers gaat en op oefeningen klikt, dan kom je hier in de omgeving waar eigenlijk alle oefeningen in staan die op dit moment in het systeem staan. Nou, daar kan je zeggen van, hey, die wil ik eens bekijken. Of die wil ik uit het systeem halen. Dat kan allemaal, maar je kan ook zeggen, ik ga eigen oefeningen toevoegen. Nou, hoe doe je dat? Je zegt, ik wil een oefening toevoegen hier. En ik geef hem als titel oefening 1 aanvallen, bij wijze van. Nou, ik kan een stukje tekst geven. We gaan aanvallen. Ik kan zeggen de organisatie is, we hebben 3 teams per ronde worden er 2 minuten gespeeld. Het veld is 20 bij 10 meter, zeg maar wat. En nou, bij uitvoering zeg je team blauw start tegen geel. Het team dat scoort mag blijven staan. Wordt er na 2 minuten geen goal gemaakt, gaat het team dat het langste in het veld staat eruit. Nou, dat is hoe de uitvoering werkt. Ik kan zeggen, nou, makkelijker zeggen we even, we maken het veld groter, moeilijker. Maak van 2 minuten 1 minuut. Even bewijzen van. Nou, op deze manier voeg je dus een training of een oefening toe aan het systeem. En je kan zelf bepalen wat voor een bestanden je erin gooit. Je kan een eigen gemaakte tekening kan je erin zetten. Die kan je met onze tekentool kan je maken. Wellicht heb je een eigen tekentool, dan kan je hem erin zetten. Maar hier kan je dus allerlei soorten media erin hangen. Het zou dus ook kunnen dat je gewoon een videootje doet. Dat je op het veld met je telefoon het opgenomen en het in het systeem hangt. Wat ook kan, is dat je gewoon een tekening in het systeem hangt met op papier getekende oefening. En die zet je in het systeem en op die manier voeg je oefeningen aan het systeem toe. Nu heb ik alles aangegeven. Dan zeg ik, nou, voeg oefening toe. Nou, ik moet een tag hebben. Ik selecteer minstens 1 tag. Dan zeg ik, nou, deze is 1 tegen 1 aanvallend. Je kan hier ook slaan doen. Als je oefening voor slaan hebt op een dummy, dus je voegt hier eigenlijk een soort vaardigheid toe. Voeg ik aan het systeem toe. En nu oefening 1 aanvallen. Die vind ik nu hier. Met een stukje tekst erbij. We gaan aanvallen. Team blauw start tegen geel. Het plaatje erbij, hoe die werkt. En vervolgens kan je zeggen, hey, deze oefening, die ga ik straks aan een training koppelen. Die je hiervoor hebt geleerd hoe je dat in het systeem zet.